En dat waar we tegenwoordig trots op zijn en met tienduizenden tegelijk op het TT-circuit komen, hoe was dat eigenlijk vroeger? En hoe herkennen we dat in het landschap en wat zien we dan in het landschap? Ik weet dat jullie dit nog wel terug gaan draaien, maar ik vind het jammer dat jullie naar Groningen zijn gegaan als zetel. Ik zeg het nog maar een keer weer, maar de origine is hier in Drenthe van dat toerisme. De origine van die kunstbeweging zit in Emmen. U kent allemaal die gasbol die ze beschilderd hebben. Ik vind het geweldig om te zien en realiseer goed dat er niet veel internationale georiënteerde kunstbewegingen zijn geweest in Nederland. U kent de Cobra groep wellicht nog, maar het toyisme is een van de weinige, zo niet de enige die we nog kennen. En dan ben ik er ook trots op dat we nu dit project vanmiddag onthullen met elkaar, waarin juist via die toyisten die beweging hier invulling geeft aan iets oerdrents, die TT-route langs het parcours, die mooie beelden die wij zometeen gaan onthullen. En volgens mij ook een symboliek met een schilderij daarbij. Ik ben daar ontzettend trots op dat de toyisten dat hebben willen doen. En ik ben er ook ontzettend trots op dat wij in Drenthe zo'n beweging hebben. En ik zeg dat ook. En ik zeg het ook tegen alle bestuurders en betrokkenen die hier ook staan. Alsjeblieft, als er meer plekken zijn in Drenthe waar wij de toyisten juist dingen kunnen laten maken, symboliseren, laten we daar aandacht voor hebben. Want het is een kunstbeweging waar we echt heel trots op kunnen zijn. En die we in Drenthe nog meer een plek moeten geven. Daar zijn ze, de toyisten. Een warm applaus voor hun. Dan valt mij één ding op, toyisten. U hebt allemaal heel veel verf op de pakken, behalve één. Wat is daar aan de hand? En zo te zien zit daar ook wat anders onder. Het pak geschilderd door toyisten. Dames en heren, Marije Joling. Ha 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 ha!